Twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh zijn terecht. Ja, nee, deze is natuurlijk heel mooi. Wij zijn nu de lijsten aan het uitkiezen voor de schilderijen. Want die hadden natuurlijk een lijst toen ze hier in het museum hingen. Maar die zijn er afgehaald door de mensen die de schilderijen hebben gestolen. En dit is een lijst uit... Rond 1890. Oh, dat is wel mooi. Gelijktijdig. Ja, dit is mooi, maar wel zwaar. Donker en somber. Te glanzend. Ja. Van Gogh zelf heeft zich niet uitgesproken over de lijsten die hij om de werken uit deze periode heen zou willen hebben. Deze is wat minder oud. Iets, ja. Dit is daar rond 1920, 30. Ja, deze vind ik heel mooi staan. Het haalt de kleur er heel mooi uit. Uit het schilderij, met de heg en de blaadjes. Ja, dit is een mogelijkheid. Het is een mogelijkheid, ja. Yeah. Een lijst kan eigenlijk, nou, het schilderij maken en breken is misschien wat zwaar gezegd, maar een lijst doet natuurlijk heel veel, want je ziet het gezamenlijk. Dus de kunst is om iets te kiezen wat het schilderij tot zijn recht doet komen. En de lijst werkt door de kleur, door de vorm van de lijst, wordt je oog ook geleid naar de voorstelling. Ja, die is, het is heel mooi ervoor, maar hij is te zwaar, hij is te breed. Hoe breed is die? Hij is, wij willen graag de schilderijen zoveel mogelijk een lijst uit die periode geven. Maar die zijn natuurlijk niet altijd voorhanden. Kunnen we daar iets op bedenken? Kun je dan een nieuwe lijst maken? Dus een replica? Ja. Gebaseerd op dit breedte, dit kleur. Ja. Ja, dat we toch iets gaan maken ervoor. Omdat we, echt. Ja, in het geval van het kerkje vonden we niet de juiste lijst bij de al bestaande lijsten. Dus daar gaan we een combinatie eigenlijk maken. Er wordt een nieuwe lijst voor gemaakt. Heel mooi werken. Dat idee hadden we op de foto al. Maar deze is eigenlijk perfect voor dit schilderij. Qua kleur, qua gouden randje wat erin zit. Ja. Voor het zeegezicht zijn we op een hele mooie keuze uitgekomen die uit rond 1900 dateert. Ja, het brengt je aandacht naar de boot en de figuren op het strand. Dat werkt wel goed. Ja. Je had ook een witte lijst meegenomen, toch? Ja. We waren wel benieuwd hoe dat... Interesting to see that, ja, het verschil. De lichten is bijna te veel dezelfde kleur als de schilderij. Ja, hier gaat echt je aandacht... Het is grappig hoe dat... Hoe dat anders werkt, zo'n lichte lijst. Dan, je aandacht gaat meteen naar de zee. Nou, de zee en, die boten en die figuren komen er juist zo mooi naar voren in de andere, in de donkere lijst. Ja. Door nu die lichten te hebben gezien. Ja, dit geeft het schilderij echt iets extra, hè? Mm. Nou, dit was een niet heel moeilijke keus dan. Ja, dat doet veel. Dat is voor iedereen hier in het museum enorm bijzonder. Dat ze terug zijn, dat ze nu weer helemaal zo mooi mogelijk worden gemaakt. En dat ze straks weer in een mooie nieuwe lijst aan de muur hangen.